Nou, het is nu 50 jaar geleden dat het dorp is opgebouwd. Ja. Wat voor gevoel loopt u hier vandaag rond? Met een heel blij gevoel. Ik vind het wel koud, maar verder allemaal feest en geweldig, geweldig. De actie Open het Dorp werd in Nederland de gebeurtenis van het jaar. Voor die tijd was het afschuwelijk, vind ik. Mensen die een handicap hadden, die werden binnengehouden. Want ja. Mensen schaamden zich toch een beetje voor hun kind wat gehandicapt was. En of die ging naar een inrichting. Nou ja, dat is geen toekomst. Ik woon hier al 10 jaar in het dorp. En hoe is het om in het dorp te wonen? Leuk en gezellig. Ik heb alles dichtbij. Ik kan makkelijk naar de winkels. En de huisarts zit zelf bij mij op de straat. Dus dat is allemaal perfect. Het is geweldig zoals die hele ontwikkeling van voorgehandicapten zich heeft voortgezet. En dat is langzaam maar zeker gegaan. En nu zie ik opeens het resultaat hier in deze paswoningen, zoals dat dan heet. Nou, prachtig. Echt zoveel goede apparatuur waarmee die mensen weer een heleboel dingen kunnen doen die ze eerst niet konden. Nou, dat is toch mooi? Dat is, zo hoort het. Mies Bouwman werd tenslotte door de initiatiefnemer van het dorp, dokter Klapwijk, die ook 24 uur in touw bleef, voor haar grote aandeel in de actie met rozen gehuldigd, waarna zij ontroerd een dankwoord sprak. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Wat vond u van Mies? Ook een lekker ding. Ik vind een heel lief mens. Wat ze heeft verricht, dat doet geen mens aan meer na. En het zorgde er hierbij. Zorgde hier gewoon. En dat vind ik heel fijn.